Hannelore is 3 jaar als ze met haar ouders terechtkomt bij de sekte van Sipke Vrieswijk. Deze leider, die zichzelf profeet noemt, weet iedereen te manipuleren. U zult daar voor rekenschap en verantwoording moeten afleggen tegenover de Heere God. Ik, maar u ook. Hij mishandelt en misbruikt stelselmatig mannen, vrouwen en minderjarige meisjes. Waaronder dus Hannelore van Otterlo. Vanuit het niets kon hij in één keer bepalen dat je iets verkeerd had gedaan. En dan werd je of een nacht in het kippenhok gezet. Het is zo erg, zo beestachtig. Hoe kon die zogenaamde profeet Vrieswijk zijn gemeenteleden zo enorm misleiden en misbruiken? En wat zijn de gevolgen voor Hannelore? Ze is ontvoerd, ze is vastgezet, ze is gedrogeerd, ze is misbruikt. Verschrikkelijk. Het was heel moeilijk om die zaak tegen Vrieswijk rond te krijgen. Want alle sekteleden hielden hun mond dicht.